Hallo en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je de lucht-brandstofverhouding goed kunt afstellen bij de carburateur. Want als deze fout staat, dan zal de motor slecht oppakken met gas geven. Vinden jullie deze video nou leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En mocht je zelf nou nog ideeën hebben of video's willen zien die nog niet op ons kanaal staan, laat het ons dan weten. Oké, we hebben hier dus de carburateur. En het stelschroefje waar het over gaat, dus de lucht-brandstofverhouding, die zit hier. En dit is de gaskabel, met daarachter natuurlijk de gasklep. En hier hebben we het stationair schroefje. Dat betekent, als je hem in dit geval in zou draaien, dan gaat hij harder lopen stationair. Draai je hem uit, dan gaat hij zachter lopen stationair. Als je dat nou gaat afstellen, en je draait hem, dat je denkt van nou, hij loopt nu mooi. Zorg er dan voor dat je dat ook even test als je de motor in zijn vooruit zet. Dat hij dan ten eerste niet te hard loopt. En ten tweede dat hij dan niet uitslaat. Dus dat je hem niet te zacht hebt staan stationair. Nou, we hebben hier dus het luchtbrandstofverhoudingsschroefje. Daar kun je gewoon een schroevendraaier in steken. En dan draai je hem eerst even dicht. En dan begin je met tellen. Dit is een half. Dit is 1. Nog een keer is 1,5. 2 2 1/4. Zover staat deze op dit moment open. Waar je altijd mee begint met afstellen is 2,5 open. Dus dan gaan we wederom met de schroevendraaier erin. En we tellen. Hier begint hij. 1,5. 1. 1,5. 2. 2,5. Oké, we hebben de stelschroef nu afgesteld en nu gaan we de motor starten en kijken hoe die loopt. Wat heel belangrijk is, is als hij niet goed afgesteld staat en je geeft gas, dan hoor je de motor als het ware een beetje verzuipen. Dus je hoort echt een boop en dan wil je geen gas geven. En wat de bedoeling is als je gas geeft met de hendel, dat hij gelijk oppakt. Dus dat hij gelijk, gelijk in toer omhoog schiet. Nou, we hebben deze net afgesteld, we gaan kijken of dat zo is. En als dat zo is, dan is het verder in orde en dan kun je heerlijk gaan genieten van je vaarseizoen. Dik in orde. Wat ik er nog even bij wil vertellen is, ook als de stelschroef niet goed staat, kan het zijn dat als je het gas loslaat, dus als je het gas terugdrukt, dat hij dan gas blijft geven. Dus dat hij heel hoog in toeren blijft staan. Dat betekent dus ook dat die schroef niet goed is of niet goed afgesteld staat. Vonden jullie dit nou een leuke video? Geef een blauw duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En tot de volgende!